Ik ben Ewout Wolf, ik ben voorzitter van de stichting Digital Wednesday. We zijn januari 2017 begonnen met erg veel enthousiasme, een enorme enthousiaste crew. We zitten hier in Eindhoven, dus er zijn heel erg veel innovatieve technieken. Die moeten we ook gewoon in digital opnemen. Laten zien hoe het werkt, laten zien dat er niet alleen maar theoretische mogelijkheden zijn, maar ook praktische mogelijkheden. En dan praat je over dingen als augmented reality, over marketing automation. Ook gewoon hele simpele dingen van hoe kan je mensen gaan overtuigen om typische digital nieuwe dingen, om die echt te gaan gebruiken. Vanavond vieren we ook het succes van vorig jaar. We dachten we willen de digitale community uit de zuidelijke regio, groter Eindhoven, zoals ze dat ook noemen, met elkaar verbinden. We dachten, weet je, als we nou eens 50 mensen bij elkaar krijgen op elke laatste woensdag van de maand, wat zou dat fantastisch zijn? Het waren er 250. Elke maand, elke laatste woensdag van de maand, 250. En dat, voor de hele organisatie, was echt een teken. We hebben iets geraakt met elkaar. Dit is belangrijk. Wat we hier in Eindhoven hebben neergezet, onder deze doelgroep, is belangrijk. En dat raakt. Dat raakt iedereen in onze organisatie. Dat raakt ook mij. Dat vind ik mooi. Kom op mensen, een applaus voor deze mensen. Elke maand staan ze voor jullie klaar om dit mooie evenement te maken. De organisatie. Mijn naam is Damien Bot, ik ben Global Online Manager bij Bavaria. Verantwoordelijk voor alle online activiteiten. Vanuit die hoedanigheid ook met Bavaria ingestapt in Digital Wednesday. Een kennisorganisatie hier in het zuiden van Nederland, mooie Eindhoven. En ik ook vind dat wij als brouwer, familiebrouwer, ja, steeds meer te maken krijgen met digitalisering. Op onze consumenten zijn steeds meer online te vinden. Hi, ik ben Tim Deijnen van Greenhouse Group. Wij zijn zelf al een echte kennisorganisatie rondom digital. Wij delen dat intern, maar vinden het super tof om hier een steentje aan bij te dragen. De hub om kennis op te doen rondom digital onderwerpen. Dus ik geloof daar heel erg in. Wat is de digitale trend voor 2018? De digitale assistent, dus dat je gewoon overal waar je bent eigenlijk en vooral in je eigen huis roept wat je wil. Ik denk dat aankomend jaar vooral AR en VR echt gaat doorbreken voor de massa. Nou, eigenlijk heel erg simpel. We zitten hier in de slimste regio van Nederland. We hebben hier fantastische designers, we hebben die fantastische high-tech en daartussenin zit digital. Er moet meer kennis gedeeld worden en er moeten meer kennissen gedeeld worden.